Het is intussen zaterdagochtend. Gisteravond ben ik om 11 uur volgens mij naar bed gegaan. Nadat ik eerst met opa en oma tv heb gekeken. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Dus zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao. Bello. Een hele goede middag en super tof te kijken naar deze gloednieuwe weekvlog. Mijn naam is Pepijn Weerman en het is dinsdagmiddag 5 uur en ik ben niet thuis. Nee, ik ben bij opa en oma. Want hier slaap ik de komende nachten. Ja, thuis is vandaag de vloer eruit gehaald. Daarom heb je ook aan het begin een shot gezien van hoe de vloer er nu uitziet. Maar die is eruit gehaald. En het is gewoon voor mij persoonlijk onbewoonbaar. Je hebt alleen maar mijn eigen kamer eigenlijk. En dat kan mijn hoofd niet aan en dat wil ik ook helemaal niet. Dus ik heb oma net gezegd van, hey, kan ik hier komen blijven slapen? Want mama slaapt bij haar ouders, dus ik slaap nu bij papa's ouders. En zei, ja, kom maar. En ik mag zo lang blijven als ik wil. Dus dat is ook heel fijn. Sla boven. Ja. Zo, we zijn nu bij opa en oma van mama. Ouders van mama. En hier ga ik me zo omkleden. Dan ga ik naar de voetbaltraining toe. En dan ga ik daarna hier eten. En daarna ga ik naar opa en oma toe waar ik slaap. Dat is de planning voor vandaag. Zo, het is bijna 8 uur. En we hebben lekker getraind. En nu zijn we opa en oma, gaan we lekker stampen snijbonen eten. En dan ga ik daarna naar de andere opa en oma toe. Ik ben wel een klein ongelukje bij de training gebeurd. Met mijn knie. Dus dat doet pijn. Maar dan lopen we wel gewoon doorheen. Het is 10:10 en ik ga naar bed toe. Ik ga even mijn tanden poetsen. En dan ga ik naar bed en morgen ga ik om 8 uur wakker worden. En dan is Feline hier, volgens mij. En dan moet ik om 10 uur weg. En dan hoef ik maar gelukkig maar 4 uurtjes in school. Dus laten we nu snel naar dinsdag gaan. Woensdag. Het is nu dinsdag. Ik ben helemaal in de warmte dagen. Goedemorgen. En ik ben echt net wakker. En ik hoor dat Feline beneden is. Dus ik denk dat ik naar beneden ga om te ontbijten. Zo, het is 4:50 of zo. En ik moet zo werken. Ik heb mijn werkkleding aangedaan. En kijk, ik ga zo werken van 5 tot 7. En dan ga ik daarna weer naar de andere opname toe om daar te eten. En daarna ga ik weer hierheen om hier te slapen. Dus weer heel rommelig. Maar dat is het. Ja, dat is. Het is intussen 8:15. En ik heb net lekker gegeten bij opa en oma de broccoli met sla en aardappelen. En nu ga ik weer naar de andere opa en oma toe. Ja, als ik jullie al vertel dat het een rommelige week was, nou, hierbij, het is heel rommelige week. Want ik echt ga overal heen en nergens. Ik wissel heel erg tussen bij de opa en oma's. Maar morgenavond eten we bij de opa en oma waar ik nu ook slaap. Dus dat is dan wel weer mooi. Dus ja, dat is. Ja. Het is echt verschrikkelijk, maar het kan even niet anders, want onze keuken ligt eruit. Dus, moet ik naar boven toe. Ik heb hier mijn fiets meegenomen. Maar ja, nu wil ik wel gewoon mijn fiets weer terug hebben, want ik moet morgen weer naar school toe. Dus ik ga weer naar boven toe. Zo, en het is 10:00 en ik ga naar bed toe. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Ik heb gisteren niks gefilmd. Helaas. En vandaag gaan we naar school toe. En voor de rest heb ik niet zoveel op de planning staan. Dus ik heb jullie lekker mee. Ik moet eerst even klaarmaken. Dus ik ga eerst even. Het is weer 7:30 en ik heb net lekker gewerkt voor de boni, want ze hadden nog mensen nodig. Dus ik denk, nou, ik kan wel. En nu is het klaar en dan ga ik naar van mama toe. Dan ga ik even lekker eten en dan ga ik daarna weer hier in bed slapen. Dus helemaal toppie. Ik ben ondertussen klaar met werken en ik heb lekker gegeten. Het is nu 9:30 en misschien geloof je het niet, maar ik ben gewoon in mijn kamer. Gewoon thuis. Niet dat ik hier ga slapen. Zeker niet. Want het ziet er echt verschrikkelijk uit. Ik zou jullie binnenkort een house tour geven als het weer licht is.
hoe het er dan nu uit is. Ik denk dat dat morgen of overmorgen gaat zijn. Maar ik moet even een spulletje pakken. Dus mijn laptop en trui. Dus dat moet ik even meenemen. En dan ga ik daar naar binnen vandoor. En dan gaan we bij open armen slapen. En morgen moet ik van 2 tot 7 werken. Dus dat is ook wel lang. Zou je zeggen dat dit al helemaal mijn huis is? Tas, nog een tas, koffer, mijn bed. En dan normaal gesproken ook nog mijn voetbaltas. Dus die heb ik ook nog hier staan. Vrij veel zijn het er. Het is intussen zaterdagochtend. En gisteravond ben ik om 11 uur volgens mij naar bed gegaan. Nadat ik eerst met opa en oma tv heb gekeken. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Dus zeker een duimpje omhoog. Geniet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao, bello.